In deze film maak ik een silhouet. En om een silhouet te maken zijn verschillende technieken, ik bespreek er in deze film één. Om een silhouet te maken moeten we eigenlijk het model isoleren van de achtergrond en daarna gaan we het opvullen in een bepaalde kleur. Om dat te doen moet je allereerst een selectie maken van je model. En dat kan vrij eenvoudig. Photoshop is duur genoeg, dus laat het zelf maar rekenen. Het kan bijvoorbeeld met de snelle selectie tool of met het toverstafje en dan heb je hierboven staan onderwerp selecteren. Photoshop heeft geen onaardige selectie gemaakt, maar als je inzoomt dan zie je hier bijvoorbeeld bij de knieën dat er eigenlijk net iets te veel is geselecteerd. En dat moet je even een klein beetje aanpassen. De Lasso-tool is daarvoor ideaal en die vind je hierboven of met de sneltoets L. Je kunt met de Lasso-tool je selectie uitbreiden of verkleinen en dat kun je doen met de Shift. Als je die ingedrukt houdt, dan zie je dat je cursor verandert met een klein plusje erbij en dan kun je dingen toevoegen aan je selectie of met de Alt, dan wordt het een minnetje en dan kun je dingen van je selectie afhalen. Je kunt het ook standaard op plus of standaard op min zetten. Ik heb het standaard altijd op plus en dat doe je hierboven met het tweede icoontje. Dan ga je toevoegen aan de selectie. Standaard staat hij dan op plus en hou je de alt ingedrukt wordt het nog steeds min. Dus nu is het zaak dat je je selectie een beetje gaat verfijnen. En dat je op die manier dus gewoon een mooier resultaat gaat krijgen. Op zich hoeft het niet helemaal perfect te zijn. Je kunt straks ook nog de ruwe randjes verzachten. Maar de echte uitsteekseltjes, die zul je toch even aan moeten pakken. Dus je moet nou even langzaamaan heel je foto doorgaan. En zo wat aanpassingen maken. En dat doe ik natuurlijk ook, maar wel wat versneld. Dit filmpje gaat immers niet over het maken van een selectie. Maar over hoe we een silhouet maken. Zo is het wel vrij aardig. Waarom hoeft deze selectie niet zo precies? Nou, we krijgen dadelijk dus gewoon een uh, zwart silhouet. En dat silhouet, dat gaan we aan de randen wat verfijnen, zeg maar. Dus een beetje uitvlakken. Dus alle precieze grilligheden die vallen straks weg. Om te beginnen ga ik dus eerst deze selectie naar een nieuwe laag dupliceren. En dat doe ik hierboven bij laag via nieuw en laag via kopiëren. Of met de sneltoets CTRL J. Zet ik mijn achtergrondlaag uit en dan zie je wat ik uiteindelijk over heb gehouden. Ik ga hier even een volle kleur als aanpassingslaag achter maken via het zwart-witte bolletje. En dan kies ik een volle kleur en wit. En deze sleep ik onder de foto en dan is hij geïsoleerd op wit. Is dit nu helemaal perfect? Nee, dat niet. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want ik ga dadelijk dit vullen met zwart. En om dat te vullen, maak je wederom een aanpassingslaag volle kleur. Dus op het zwart-witte bolletje. Je klikt op volle kleur en je zorgt dat dan zwart geselecteerd wordt. Die sleep je erboven. En middels een uitknipmasker koppel je dit aan de laag daar beneden. En een uitknipmasker, dat maak je door de Alt ingedrukt te houden. En dan als je tussen de twee lagen gaat staan, wordt het een vierkantje met een pijltje en klik je daarop. En in principe is je model nu een silhouet. Is dit perfect? Nee, nog niet. Want als we inzoomen, dan zie je dat we een behoorlijk lelijke rand hebben. Nou, dat gaan we gewoon perfectioneren in de volgende stappen. Die twee stappen, dat is eigenlijk ook vrij eenvoudig. Je gaat met Gaussiaans vervagen, ga je de randen vervagen, waardoor al die kleine details wegvallen. En vervolgens ga je die vervaging weer verhelpen. En dan krijg je een mooi gemiddelde van de rand. Dat kun je echter niet meteen op deze laag doen, want in principe is dit document opgebouwd uit een wit vlak. Daarboven ligt het uh, model, het poppetje, en daar is een zwarte laag aan gekoppeld. Dat zijn dus drie verschillende dingen. Om te beginnen moet je dat dus allemaal samenvoegen naar één laag. En om dat te doen op een manier dat ik straks altijd nog een keer terug kan als iets niet bevalt, ga ik dat doen naar een nieuwe laag. En daarvoor zorg je dat een actieve laag is geselecteerd. Nou, als het goed is, zijn ze dat allemaal behalve je achtergrondlaag. Als je een actieve laag hebt geselecteerd en je drukt op Ctrl, Alt, Shift en de E, dan komt er een nieuwe laag boven te staan. En die laag is dus eigenlijk gewoon de inhoud van wat je op dat moment ziet, maar wel alles op één laag. Als ik bijvoorbeeld die alleen laat zien door de Alt ingedrukt te houden en op het oogje te klikken, dan zie je dat dit mijn nieuwe laag is. Nou, en om van bijvoorbeeld deze lelijke randen af te komen, gaan we een filter toepassen. Om dat filter toe te passen op een manier dat je dadelijk ook nog aanpassingen kunt maken, maak ik eerst van deze laag een slim object door er met rechts op te klikken en hier te kiezen voor omzetten in slim object. Nu kan ik een filter toe gaan passen. En het filter wat je toepast dat staat bij vervagen en heet Gaussiaans vervagen. En je ziet al wat er gebeurt. Eigenlijk wordt de rand in plaats van mooi hard. Mooi strak, wordt die gewoon heel zacht. Welke waarde je kiest, dat is even afhankelijk van hoe je selectie was en hoe je foto is. Maar als je een kleine straal uitkiest, dan zie je dat het weinig effect heeft. En als ik even uitzoom in de foto en ik kies een grote straal, dan zie je dat het eigenlijk veel te wazig wordt. Dus je moet een straal uitzoeken waarbij eigenlijk de details wel verloren gaan, maar je silhouet nog wel gewoon overblijft. En ik ben hier wel tevreden mee en ik klik op OK. Heb je nou in een later stadium zoiets, hé, hey, dit was niet goed? Nou, je ziet bij mijn laag dat het filter eronder bij komt staan. En als je daarop dubbel klikt, dan krijg je het filter terug en kun je eventueel nog aanpassingen maken. Ik had hem volgens mij op 3.6, dus ik zet hem daar even op terug. Nu gaan we dit silhouet dus eigenlijk op de rand weer scherper maken. En dat doe ik met een aanpassingslaag, en die aanpassingslaag gebruik ik als niveaus. En wat je eigenlijk doet is het zwartpunt naar binnen schuiven en ook het witpunt. En als ik dat doe, zie je al een beetje wat er gebeurt. Dat verloop van die rand, als ik dit filter even uitzet, het verloop van de rand, dat gaat ook geleidelijk. Laat ik het Gaussian filter even gewoon versterken totdat het een stuk beter is. En ik zet het niveaufilter reset ik even. Je hebt dus nu een uh, verloop van zwart naar wit. En wat je eigenlijk met dit niveaufilter gaat doen, is dat verloop gewoon kleiner maken, totdat je een, een mooie rand krijgt. En als je dan naar de arm kijkt, dan zie je dat dat bijvoorbeeld al een stuk beter is. Als ik het niveaufilter even uitzet en ook het gaussiaans filter uit. Dan zie je dat dat echt gewoon wel effect heeft gehad. Kleine details zoals de vingers of de bloemetjes, die zijn op dit moment verloren gegaan. Dus ik zet mijn Gaussiaans filter gewoon weer een stukje terug. En ik pas mijn niveaufilter eventueel een beetje aan. Totdat het allemaal weer een beetje terug is. Nu vind ik het hierboven op zich wel aardig. Alleen hieronder bij het been is het nog niet perfect. Waarom is het daar niet perfect? Nou, als ik bijvoorbeeld even alleen de laag laat zien met het silhouet en het Gaussiaans vervagen, en ik zet mijn slimme filters uit, dan zie je dat daar toch nog wel te veel oneffenheden in zitten om ze eigenlijk op te lossen. Dat kun je vrij eenvoudig oplossen. Maak een nieuwe laag aan via het icoontje hieronder. En ga gewoon even lekker met bijvoorbeeld wit als voorgrondkleur wat dingetjes aanpassen. Maak je kwast redelijk hard. Eventueel zou je ook nog terug kunnen naar de oorspronkelijke afbeelding. En de selectie opnieuw inladen. Je weet, we hebben het poppetje er los boven gezet. Dus als ik de ctrl ingedrukt hou en op het plaatje klik, dan maakt hij een selectie van die inhoud. Van het poppetje alleen. En dan kun je bijvoorbeeld... Nog zeggen van, nou, ik haal dit weg en hier was het ook nog niet perfect, maar dat werkt een klein beetje ontslachtig, dus dat doe ik op zich niet. Ik maak dit even ongedaan. Ik ga terug naar de samenvatting van de laag, de laag die hier boven stond, die zet ik weer aan en ik ga gewoon met de kwast wat dingen oplossen. Zo denk ik op zich wel dat die beter is. Nou, ik maak een nieuwe samenvatting van deze twee. Ctrl-Alt-Shift-En-E. En je ziet, die komt er weer bij. Nou, laat ik even de eerste samenvatting zien. Kijk ik naar de benen en laat ik de tweede samenvatting erbij zien. En dan zie je dat het al best een verschil is. Gooi ik deze twee lagen even weg. Mijn vorige samenvatting en mijn correctielaag. En doe ik het even opnieuw. Dus mijn samenvatting... Met rechts erop klikken omzetten in slim object. Ga ik het filter herhalen. Dus als ik op filter klik, kan ik naar vervagen Gaussiaans vervagen. Maar ik kan ook hierboven gewoon nog een keer op gaussiaans vervagen klikken. Het filter opent zich weer met dezelfde waarde en ik klik op OK. En vervolgens pas ik mijn niveaus weer toe en zo zijn mijn benen ook een stuk mooier. Bovenin had ik niks veranderd. Dus op dit moment heb ik gewoon een compleet wit silhouet. Wil je dit silhouet nu gewoon los hebben? Dus dat je bijvoorbeeld de achtergrondkleur vervangt. Nou, we hadden hier dus straks een kleurenvulling, wit. Maar die staat onder de samenvatting. En in de samenvatting zit ook dat wit. Dus dat gaat op zich niet werken. Ga ik een selectie maken van alleen het zwart. Ik klik op selecteren, kleurbereik. En ik zeg bij kleurmonsters de schaduwtinten. Nou, je ziet in het voorbeeld al wat er gebeurt. Op zich, je tolerantie. Maakt niet zozeer uit waar die staat. Ik zou hem een beetje aan de lage kant houden, bijvoorbeeld op 10. En het maken, dat is een soort overlap. Die kun je ook gewoon aan de lage kant houden. Stel je dit nu goed ver naar rechts, dan zie je eigenlijk in mijn voorbeeld al wat er dadelijk verdwijnen gaat. Dus dat is uh, niet helemaal correct. Hou dit bijvoorbeeld allebei op 10. Je ziet een voorbeeld van je selectie daaronder en je klikt op OK. Daar rondomheen is nu mijn selectie te zien als ik een nieuwe aanpassingslaag maak, een volle kleur en ik selecteer bijvoorbeeld rood. Dan past die automatisch een masker toe. En als ik dit nu helemaal naar onderen sleep en net boven de kleurvulling zet en ik hou er alt ingedrukt om alleen die rode kleur zichtbaar te maken en ik klik daarna mijn kleurenvulling aan, dan heb ik hem dus los van elkaar. Je zou hem nu op kunnen slaan als een PNG om hem bijvoorbeeld op een transparante achtergrond te hebben. Dubbelklik op de rode kleur om ervan te maken wat je wil. Stel dat ik een mooi donkerblauw wil hebben. Nou, als je hem nu opslaat als een PNG, behoudt hij alleen deze inhoud en de transparantie. En heb je dus gewoon een mooi silhouet gemaakt waar je eventueel nog verder iets mee kunt doen? Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.